Hallo Waterman, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand juni 2016, specifiek voor jou. Mijn naam is Esther van Heerenbeek, van praktijk Esther van Heerenbeek. En in deze praktijk houd ik mij bezig met astrologie, tarot en numerologie. In deze filmpjes werk ik met de Rider Weet tarotkaarten en ga ik voor jou zo dadelijk 3 kaarten trekken. De eerste zal gaan over de algemene ontwikkeling, de algemene tendens wat jij mag verwachten in de maand juni. De tweede zal gaan over jouw carrière, je werk, je studie of je dagelijkse bezigheden. En de derde zal gaan over je relatie en je liefdesleven. En dat hopelijk brengt jou dat inzichten, adviezen over ja, wat jij de komende maand eventueel als waterman in kunt zetten. Nou, de kaarten zijn geschud. De eerste die naar buiten komt is voor jou de algemene ontwikkeling. De tendens is de 8 van bokalen. En dat heeft alles te maken met een nieuwe weg durven inslaan. Dus waarschijnlijk heb je de laatste tijd heel wat achter je kiezen gehad. Heel wat te verwerken gehad. Heel wat emoties die er gaande zijn geweest. En nou wordt eigenlijk van jou gevraagd om dat als ervaring, als leermoment tot je te nemen. En dan toch verder te gaan. Ook al weet je niet zo goed waar de volgende stap toe zal leiden of wat de toekomst zal brengen. Kijk, uiteindelijk weten we dat allemaal niet. Maar het is wel belangrijk dat je weer op weg gaat, dat je weer verder gaat. En ook al kan dat gevoelsmatig moeilijk voelen of moeilijk voor je zijn, het is belangrijk dat je het verleden ziet als levensles, als ervaring wat je hebt opgedaan. En dat je dat ook gebruikt voor alles wat je in de toekomst tegenkomt. Dat je dat gewoon ook weer inzet in die zin. Verzamel al je moed bij elkaar. De kracht heb je in je, de mogelijkheden heb je in je. Het is nu aan jou om de eerstvolgende stap te zetten naar een nieuwe weg in je leven. En dat kan op alle fronten slaan. Dus dat kan met werk te maken hebben, dat kan met vriendschappen te maken hebben, met relatie, met gezondheid. Durf vooruit te gaan en durf vooruit te kijken ook. Blijf niet te veel hangen in wat geweest is en in het verleden of in de emotie. De tweede kaart die ik voor jou heb getrokken heeft te maken met jouw werk, jouw studie, jouw carrière, dagelijkse bezigheden. En dat is de 6 van pentagrammen. En daar zie je ook heel duidelijk dat je ook keuzes moet gaan maken, want het is het getal 6. En heeft dus te maken met keuzes maken op het gebied van werk en studie, omdat daar deze kaart nu voor staat. Het is ook dus goed om hier voor te durven gaan, maar het moet wel in balans zijn. Jouw keuzes, beslissingen die je maakt, moeten wel zodanig zijn dat je je er goed bij voelt, dat het goed te combineren is met thuis, dat het bij je past, dat het jou zelf in harmonie brengt, dat het niet te druk is, dat het gewoon goed in jouw straatje past. Daar mag jij deze maand heel goed bij stilstaan. Van, hey, wat wil ik nou? Past het bij me? Is dit de juiste weg voor mij? Is dit de juiste keuze voor mij? En als je dan weet van, hey, dit is goed voor mij, dat je er dan ook voor gaat. Dus het is wel de bedoeling dat je iets gaat doen uiteindelijk. Hè? Na wat wikken en wegen, na goed overwegen, is het wel de bedoeling dat je verder gaat. Hè? En of je nou een studerende waterman bent, een werkende waterman, of thuis aan de slag bent, zorg voor de juiste balans. En ga pas tot actie over als het goed voelt. En gebruik de ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan, ook voor de toekomst. Want daar zul je heel veel baat bij hebben. Ja, dit alles speelt vooral in juni. Dan is dit echt allemaal een thema voor jou als waterman. Nou, wat liefde en relatie betreft, de keizerin, dat is de kaart van de groei en ontwikkeling. Maar ook van het laten zijn van het gevoel. Het er laten zijn van het gevoel. Je bent als waterman een luchtteken. Dus je kunt vrij mentaal zijn. Heel rationeel kun jij zijn. Maar in de maand juni word je toch wel uitgedaagd om meer van je gevoelens te laten zien. Meer van je emoties te laten zien. Je mag ook wat zorgzamer, wat liever voor jezelf zijn. En ook voor je partner.
Dat zal je relatie alleen maar ten goede komen. Dus je gevoel mag wat meer de ruimte krijgen. Je zorgzaamheid mag wat meer de ruimte krijgen. Dus zorg dat daar ruimte voor is in de maand juni. Ben jij een single waterman of op zoek naar een nieuwe relatie? Dan zit er wel wat ontwikkeling in. Maar ook hier is het belangrijk dat als je een date hebt of je spreekt iemand aan, dat je ook je gevoelskant laat zien. Dus dat je ook laat zien van, hey, dit voel ik bij jou. Of dit is de gevoelens die spelen bij mij. Want als je het heel rationeel, heel verstandelijk aanpakt, dan zal er niet zoveel ontwikkeling ontstaan in de zin van een nieuwe relatie of een date wat je kunt afspreken. Dus het is ook belangrijk dat je je zorgzame, gevoelige kant daarin laat zien. En dan heb je kans dat er iets heel moois uit kan ontstaan in de maand juni. Nou, ik hoop dat je wat kunt met deze adviezen, met deze tendensen en dat het je wat inzicht geeft en een richting hoe je wellicht in juni bepaalde keuzes kunt maken. Vind je deze filmpjes leuk, dan is een duimpje omhoog natuurlijk heel erg fijn. Natuurlijk super ook als je je abonneert op mijn YouTube kanaal of dat je mijn Facebookpagina Praktijk Esther van Heerenbeek liked. Wil je meer informatie over mijn praktijk, consulten, boeken, cursussen, wat je ook maar interesseert? Nou, dan verwijs ik je heel graag naar onderstaande teksten en linken. Dan kom je daar vanzelf terecht. Dan dank ik je heel hartelijk voor het kijken naar dit filmpje. Ik wens je een hele goede maand juni toe en ik hoop je heel graag in juli weer terug te zien. Bedankt en tot ziens. Doei!